Ja, daar zit Christy. Kom eens hier, Christy. Christy, vlakbij hier, Os. Hè? Bijna een thuiswedstrijd. En wat had jij? Ja, wat had ik niet. Het begon met bekken die loslieten. Die konden bewegen. Dus als ik mijn bed uitkwam, dan stond wel eens één heup de andere kant op. Toen kwamen we er op een gegeven moment naar veel dokteren erachter dat de drie ruggenwervels onder in mijn rug aan het leeglopen waren. Dus dan krijg je de tussenwervel die eruit ging. Dus wervel op wervel, wat dus spieren en zenuwwerk in klem zette. En wat onder in mijn rug zat, zat ook boven in mijn nek. Dus hij hield in dat zowel mijn armen als mijn benen niet meer wilden doen wat ik graag wilde. Ja, dus dat is heel vreselijk veel pijn. Heel veel pijn. Ik kon alles krijgen, alles wat ik nodig had. De zwaarste pijnstillers. Dus het was bed, rolstoel of krukken. Daar moest ik het mee doen. Ja. Totdat er één arts op een gegeven moment ons wel weer hoop gaf. En die had het erover van, we gaan opereren. We gaan er een bot tussen plaatsen, maar ik moest een discografie ondergaan. En dan krijg je een heel licht roesje en dan word je vastgebonden. En dan gaan ze in de rugwervels, de tussenstukken, gaan ze dan een naald steken. En dat wordt dan onder stroom gezet. En waar je het meeste bij gilt, het meeste aan het plafond zit, die is het meest weg. Nou, toen kwamen we er dus achter dat er dus drie echt bijna helemaal weg waren. En die artsen zei van, ik heb geen oplossing. Ik wil het gaan doen dat je de pijn kwijtraakt. Maar dan 99,9% zeker dat ik in de rolstoel zou liggen. En dan moest ik maanden in een gipsbed liggen. Dus continu met ambulance heen en weer. Nou ja, Harry heeft een eigen zaak. We hadden vier jonge kinderen. Ja, dat was een heel groot probleem. Ja. Maar hoe ben je dan zo gezond geworden? Nou, ik ging moeders charteren om de kinderen op te halen. En toen kwam Nina, moeder, ze had ook haar kinderen op de basisschool zitten. En die kwam dus met een folder, lees het door. En als je wil, dan neem ik jou mee naar Nijmegen, want daar was een campagne. Ja. Nou ja, ik met het blad mee naar huis, zei tegen Nina, ik zeg ja. Ik zeg geen ja en ik zeg geen nee. Dat was mij al zo vaak zulke gouden bergen beloofd. En iedere keer kwam ik terug. En iedere keer was ik weer slechter als dat ik heen ging. Dus ik moest iedere keer al zoveel boeten voor al mijn pogingen die ik had ondernomen. Ja, dat ik heel sceptisch was. Dus we hebben het blad, ik heb het mee naar huis genomen. En tijdens de koffie hebben wij, Harry en ik, het samen door zitten bladeren. Ja, daar stond zulke bijzondere verhalen in. Getuigenissen, nou, dat we tegen elkaar zeiden van, hoe is het mogelijk? Ik was niet bijbels opgevoed. Ik was heel katholiek en trouw naar de kerk. Dus ja, toen had ik een beetje van, oeh, ik hoorde de klasse verhalen erin. En de bijbel zei dit en de bijbel zei dat. Ik denk, oh heer, ja, dat wist ik niet. Kende ik ook niet. En toen had ik zoiets van, ja, hebben wij het wel verdiend? Dus echt heel lang liggen twijfelen. Nou, Harry ging mijn zus verhuizen, die ging nog lekker door zijn rug. En toen heb ik toch diezelfde middag, dat hij weg was, heb ik Nina gebeld. En toch gevraagd van, God, Nina, mag ik toch mee? En zo kwam je in Nijmegen. En zo zijn wij in Nijmegen aangekomen. Ja, ik was heel slecht, ik kon de trap niet meer op. Dus met krukken kwam hier aangestrompeld. En het is achteraf mijn beste avond die ik ooit heb gehad. Ja. Eén, je hebt Jezus leren kennen. Ja, dat was het belangrijkste. Ja, de Heer aannemen in mijn hart. Echt elk puzzelstukje viel op zijn plek. En ik zei nog tegen Nina, van nou, ik ben klaar, ik ga naar huis. Zit Nina daar? Ja, maar. Nina zit hier. Waar zit Nina? Waar is nou Nina? Dus, ja, prijs de Heer. Dus ik zou zo met mijn krukken naar huis zijn gegaan. Ja. En toen zei Nina van, nou blijf nog heel even, want het wordt vanavond nog veel mooier. Ja, want toen gingen we bidden voor de zieken. Ja. En toen kwam Christy naar voren. Voor de eerste hier? Ja. Wat vind je van dit alles? Mooi. Te mooi voor woorden. Hoe heet je? Christy. Christy. Je stond vanavond hier vooraan, Christy. Oh. Je bent een nieuw leven begonnen met hem. Zeker. En nou is je rug niet helemaal in orde? Nee, ik mis wervels. Oh, je mist wervels. Tussen wervels of echte wervels? Tussen wervels en de wervels gaan allemaal schuren. Die gaan schuren. Mijn bekken zit los. En je bekken zit los. Ga eens even hier staan. Hier. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat
elke wervel die aangetast is, hersteld wordt. De tussenwervelschijven, dat die hersteld worden in de naam van Jezus. En de wervels die aan het slijten zijn, die kapot zijn, die beschadigd zijn, dat ze vernieuwd worden door een wonder van God. Hé, wat gebeurt daar? Van alles. Ja, alles schuift heen en weer. In de naam van Jezus. Goed, hè? De kracht van God raak je aan. Christi. De kracht van God herstelt je. God geeft je nieuwe tussenwervelschijven. God geeft je nieuwe wervels. Alles wat kapot is. Kom eens hier. Kom eens hier. Leg je handen op de bekken. Aan de achterkant. Krijg nieuwe bekken. Krijg nieuwe bekken in de naam van Jezus. Krijg nieuwe bekken in Jezus' naam. Wat scheef was, is recht. Wat zwak is, is sterk. Functioneer nu naar de wil van God. Omdat je een getuige zult zijn van de levende God. Omdat de mensen zich zullen verbazen. En dat ze zullen zeggen, wat is er gebeurd? Zeg je, mijn God, die ik heb leren kennen, heeft mij aangeraakt. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Wandel. 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 Schatten, prijs de Heer. Wandel. In de naam van Jezus. Wandel in de naam van Jezus. Wandel in de naam van Jezus. Wandel in de naam van Jezus. Draai eens om. Christi. Wandel in Jezus. Nou, hou die dingen omhoog. Als een triomf. Wandel in de naam van Jezus. Goed, hè? Waar is de pijn? Weg. Waar is de zwakheid? Weg. Ja, toen zonder pijn, zonder krukken naar huis, fietsen met de kinderen. Ja, wat ga je doen, hè, als God je geneest? Ik wilde heel graag een hele normale moeder zijn. En voor toen mijn zei gevoel... je, dan wil ik een eind gaan fietsen. Ja, een moeder fietst met haar kinderen. Ja. En dat ging je doen? Dat gingen we zondag doen, dus niet naar de dienst, maar zondag met de kinderen fietsen. Ja. En wat dat betreft, ja, het is alleen maar beter geworden. En ik kon ook steeds meer de genezingen ook in ons eigen gezin gebeuren. Als een lopende bal die rolde. Nou, en op een gegeven moment zijn we zelfs zo goed te been. Ik zeg dat we pleegkinderen in huis hebben genomen. Ja. Dus alles wat ik met mijn eigen kinderen eigenlijk heb gemist, ga ik nu opnieuw doen. En je bent kerngezond? Kerngezond, ja. En wie heeft dat gedaan? Jezus. Ja, zeker onthoud weten. Je naam. Onthoud die naam. Jezus heeft het gedaan.